klein handelsgebouw in Somsdijk heet ik u van harte welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is vandaag Edith Zuiderend. Hoi. Dag Edith. Ha, Andrea. Hallo. Jij komt hier omdat je aanraaktafels maakt. Wat zijn dat? Ja, nou ja, ik maak ze niet, mijn hele team maakt ze. Ja? Nou ja, eigenlijk is de techniek nog ergens van anders vandaan, maar wie ze dan ook maakt, daar wil ik straks misschien nog iets over vertellen, maar wat het zijn. Stel je voor, je komt een kamer binnen, een ruimte binnen, en je ziet allemaal mensen om een tafel heen staan, gebogen. En de bovenkant van de tafel is niet zoals hier mooi hout, maar de bovenkant van de tafel is een scherm, zoals bijvoorbeeld een hele grote telefoon of een computer, zo groot als een tafel. En als je dat dan aanraakt, daar komt het aanraaktafel woord vandaan. Als je dan aanraakt, gebeurt er van alles. En eigenlijk is het zo dat in die tafel, dus onder het scherm, een computer zit. En de computer is vol met applicaties. En die applicaties zijn kleine programmaatjes die zijn gemaakt om een publiek of om de gebruiker, oftewel in goed Nederlands de user, iets te laten ervaren. En dat is een aanraaktafel, oftewel een touch table of een multi-touch table. Wat ik denk is een iPad, maar dan groot. Ja, een iPad is van Apple. Ja? En Apple is er nog niet in geslaagd om grote touchschermen te maken. Dus wat wij hebben is een aanraakscherm. Dat is oorspronkelijk met het besturingssysteem van Windows. Ik zal het niet te technisch maken. Maar het is een multi-touch scherm. Dat betekent dat meer mensen het aan kunnen raken. Het is een multi-touch, multi-user. Dus je doet het samen? Je doet het samen. Ja. En dat is eigenlijk, want techniek is maar een middel. Hè. Techniek is niet een doel. Ja. De techniek is heel gaaf, het is heel innovatief. Ja. Maar het doel is eigenlijk, dat, tenminste het doel dat wij hebben, als mijn bedrijf, wat ik heb met mijn team, is dat meer mensen tegelijkertijd iets doen met die tafel. Dus in plaats van dat we elkaar aankijken, wat eigenlijk heel erg gaaf is en fijn is, dan heb je persoonlijke interactie, maar niet alle mensen kunnen dat of die worden daar een beetje bang van. Als je dan naar de tafel kijkt en dan gebeuren daar allerlei mooie dingen of spannende dingen, onverwachte dingen of juist hele rustige dingen als je die nodig hebt, dan heb je niet die last, wat is voor sommige mensen een last, dat je elkaar aankijkt. Dan kun je met elkaar een gesprek beginnen, zonder dat je de hele tijd naar elkaar kijkt, maar terwijl je naar de tafel kijkt, naar die applicatie of naar die gebeurtenis op het scherm, gebeurt er iets in de interactie, communicatie. Dus wij zeggen eigenlijk altijd, het mooie van de tafel gebeurt niet in de tafel, maar erboven. Dus Oké, maar nu maak je me heel nog meer benieuwd. Ah! Ja. nu zeg je, mensen die elkaar niet durven aankijken, wie kopen zo'n tafel? Nou, het is niet zozeer dat het mensen zijn die elkaar niet durven aankijken. Maar het is zo dat de tafel helpt. Nou, kijk, ik heb een foldertje meegenomen, want we hebben allerlei soorten tafels. Even kijken. Eén tafel, een hele bekende eigenlijk in binnen- en buitenland, is de belevenistafel. En de belevenistafel wordt gebruikt in de zorg. En we hebben een heleboel applicaties gemaakt voor oude mensen, voor mensen met dementie, maar ook voor jonge mensen die een verstandelijke beperking hebben of een lichamelijke beperking. Autisme ook, maar autisme is weer iets aparts, want mensen met autisme die hebben vaak last van heel veel prikkels. Oh, dus als we een applicatie maken voor mensen met autisme, dan maken we een applicatie met weinig prikkels. Ja, snap ik. En als we iets maken voor een museum bijvoorbeeld, doen we ook voor musea en bibliotheken. Als we daar iets voor maken, dan zitten er meer prikkels in. Dus dat betekent eigenlijk dat er veel informatie uit al die applicaties komt. En jij zegt dementerende. Ja. Die kunnen dat? Zo makkelijk is het? Je raakt het aan en er gebeurt iets? Ja, eigenlijk is het zo dat we het zo maken dat het heel intuïtief is. En mensen met dementie, die hebben... Kijk, geen mens is hetzelfde. En dat is ook met mensen met dementie. Geen één persoon met dementie is hetzelfde als de andere persoon met dementie. Nee. En het is een hele gemene ziekte. Het verloopt in stadia. En als mensen nog beginnend zijn, dus als ze nog maar net dementie hebben, of dan kunnen ze eigenlijk veel meer begrijpen van wat er gebeurt. En zijn ze nog niet helemaal weggezakt in de nevelen van de dementie. Nee.
En dan hebben die mensen er heel veel aan dat er applicaties zijn waardoor ze worden gestimuleerd en waardoor ook hun hersenen worden gestimuleerd om iets samen te doen of om te zien wat er op het scherm gebeurt. Als mensen verder zijn in de dementie, dan kunnen ze eigenlijk steeds minder. En dan hebben we ook andere applicaties die voor die mensen iets doen. Fantastisch, ja. Ja, het is echt geweldig. Ja. Weet je, ik heb zulke mooie dingen meegemaakt. Ik kan me herinneren dat er eens een mevrouw was. En die zat in een rolstoel, was in Tilburg. En ze zat alleen maar voor zich uit te kijken. En de verzorgende, er zijn trouwens in Nederland echt wel heel veel lieve verzorgenden, hoor. Absoluut. Echt, echt. Dat wou ik toch nog even gezegd hebben. Ja. Want ik kom ze echt heel vaak tegen. De mensen met hart op de goede plaats. Ik kwam die mevrouw tegen, die werd naar de tafel gereden, want zij kon niet zelf lopen. En op de tafel was dus een, ja, dus dan heb je dat computerscherm. En dan krijg je dus een mevrouw, een oudere dame, die misschien nog nooit iets met een computer heeft gedaan. Die misschien nog heeft meegemaakt, zoals mijn oma, dat de elektriciteit kwam in de wereld. Ja. Die zit daar opeens voor zo'n waanzinnig nieuw ding. Maar dat registreert ze helemaal niet dat dat er is. Dus de kunst is dan dat dat waanzinnig nieuwe ding, die multitouch tafel, die belevenistafel, iets doet waardoor zij geprikkeld raakt. Ja. En wat er dus gebeurde op dat moment, het was super gaaf. De mevrouw zat zo, eigenlijk ja, chagrijnig is niet een goede woord, maar ze keek niet blij. Nee. Maar ze keek ook niet boos. In zichzelf ze keek verkeerd. Gewoon, ja, apathisch was ze. En de verzorgende die erbij was, die legde haar hand op de tafel. En wat we dan hadden op dat moment is dat we een applicatie hebben dat als je alleen maar het aanraakscherm hebt, wat jij al zei, als je het alleen maar aanraakt, gebeurt er iets. En op dat moment legde die verzorgende de hand van die mevrouw op de tafel, liefdevol, langzaam, en er kwam een bloem en een zacht geluid. Gebeurde nog helemaal niks. En toen legde die mevrouw nog de hand, nog een stukje verder en opeens brak de zon door. Ik zag echt die mevrouw, er kwam een glimlach. Ach. En ik zag iets, weet je, als ik het vertel, krijg ik al een kippenvel. Ja, ja. En dat soort dingen gebeuren daar. En dat is echt zo ontzettend bijzonder. En dat is niet per se onze verdienst, hoor. Want wij kunnen, mijn team kan heel erg goed, ons team, maar de mensen die bij ons werken, die kunnen heel erg goed applicaties maken voor die touchtafel. Maar wij maken die applicaties samen met mensen uit de zorg. En die vertellen ons waar die mensen op reageren. Wat goed is en wat niet goed is. Okay. En dan testen we het heel erg lang. Dus de complimenten gaan echt naar de mensen uit de zorg. En dan naar de mensen die de... Ja. 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 Nee, lekker. Natuurlijk. Ja, en naar mijn team natuurlijk. Ja, en naar jou. Want je heet Onwijs. Onwijs. Ja, Onwijs. Van waar die naam? Nou, Onwijs. Wij zitten in Oude Tongen op het mooie eiland Flakke, Goeree over Flakke. Onwijs bestaat al meer dan 25 jaar. En toen wij begonnen, Remco en ik, mijn partner Remco en ik, toen begonnen met, toen waren er nog helemaal geen touchtafels. We begonnen met projecten te doen voor het onderwijs. En dat was onwijs leuk wat we deden. En we zochten een leuke naam, dus toen deden we iets voor het onderwijs. En het was onwijs leuk en tadaa, toen was het Onwijs. Onwijs. Geweldig, ja, ik vind het een prachtnaam. Ja, dat is ook. Ja. Ja, dat is ook zo. Alleen nu, tegenwoordig, doen we ook steeds meer in het buitenland. En nou echt... Nou, ik onderbreek je even, want ik heb iets heel spannends gehoord over het buitenland. Ja, ja. Je bent met de koning en de koningin mee geweest. Bizar gaaf. Ja. Ja. Wanneer toe? Ja. En waarom? En naar, hoezo? Ja, ik was naar Duitsland, mee met een handelsmissie. Je ziet het wel vaak op televisie, ja, ja, hè? Ja. De delegatie, blablabla. Nou, op een gegeven moment was ik een van de mensen van de delegatie. Het was supercool. Maar het was ook heel erg nuttig. En eigenlijk is het zo dat onze koning heeft, toen hij koning werd, gezegd... ik wil alle staten in Duitsland een keer bezoeken. En dan gaan er zakenmensen mee met mij naar die staten... zodat we iets doen voor Duitsland en we doen iets voor Nederland. En ik mocht mee vanwege de belevenistafel. In Duitsland heet die, het is niet origineel, maar ja, toch Erlebnistisch. Ah ja. Ja, ja, ach zo. Ja, ja. Ja. Echt. Ja, ja. En ik mocht dus mee met de delegatie en de koning en de koningin waren daar ook. En het was zo gaaf om mee te maken, want het is zo, dat wordt heel erg strak geregisseerd, heel erg goed voorbereid. Er is echt een draaiboek en er zijn afspraken, er zijn protocollen.
En je mag dan, ook al zijn de koning en de koningin erbij, mag je niet zomaar op ze afstappen. Daar word je dan voor uitgenodigd. Dus ik was uitgenodigd om na afloop van het trade dinner, waarom dat allemaal in het buitenland moet, maar goed, het was niet op Flakkees dus, maar ik mocht op het trade dinner, mocht ik na afloop mee naar het koffiemoment met het koningspaar. En dan werd ik echt opgehaald door een hofdame of door iemand van de staf. En dan mocht ik mee naar het hoekje van de, waar de koning en de koningin waren en nog allemaal mensen. En dan, ja, het was echt super. Ja. Ja. En de koning wist wat we deden en hij had zich goed voorbereid. En het was echt heel erg leuk. En uiteindelijk is het zo, behalve dan dat het een geweldig avontuur is, is het zo dat zoiets, dat heb ik nu wel gemerkt, heel goed is voor de economie van Nederland. Ja. Want het is zo, als je als Nederlands bedrijf verkoopt aan het buitenland, er komen natuurlijk buitenlandse valuta, die komen naar Nederland. En onze mooie producten van Nederland, die gaan naar het buitenland. En dus nu is het zo dat de regering en ook het koningspaar zorgt ervoor dat bedrijven naar het buitenland gaan. En dat geeft een enorme impuls aan je verkoop. En ik heb het echt dat gemerkt. Dat heb je echt... Echt, absoluut. Het werkt. Ja, zo werkt het blijkbaar in de grote mensenwereld. Ja. 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 En waarom werd jij uitgenodigd? Nou, het is zo dat ik werd niet per se persoonlijk uitgenodigd. Er is op een gegeven moment, ik heb een nieuwsbrief, krijg ik van de Rijksoverheid. En daar staan die handelsmissies. En dan kun je zeggen ja of nee, ik wil daarop mee. Dan schrijf je erop in. Dan word je gescreend. En dan, dan mag je mee of niet. Ik was wel uitgenodigd om met de koning en de koningin te komen praten. Maar dat was wel een persoonlijke titel. Dat was wel omdat ik daar ook mijn mond niet kon houden. Denk ik. Ik vind het wel ontzettend leuk. Ontzettend ja, mooi verhaal. Braaf, ja. Hey, je hebt het steeds over je bedrijf. Met hoeveel mensen ben je? Inmiddels met een stuk of 30. 30? Ja. Ja. Nou, ik kom uit onderwijs, hè. Dat is een leuke klas. Ja. 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 Veel. En hoe is de opzet van je bedrijf? Wat voor mensen werken er? En nou, alleen maar leuke mensen. Tuurlijk. Alleen maar mensen met hart op het goede plaats. We hebben mensen van de techniek. We hebben mensen van de vormgeving, natuurlijk administratie, de softwareontwikkelaars, de kletskoppen, dat ben ik. Iemand die schoonmaakt, heel belangrijk. Iemand die voor tussen de middag voor het lekkere eten zorgt, want ik wil heel graag dat we allemaal met z'n allen tussen de middag met elkaar eten. Dus een hele lange tafel. Goed, en dan klinkt heel leuk. Ja, leuk. Ja, ja. En heb ik ze nou allemaal ook? Ik hoop dat ik niet iemand vergeten ben. Nou, afdeling buitenland hebben we. En iemand die voor mijn visjes zorgt en de hond. Nou, ja, dat doen ze erbij. En ja, het is eigenlijk gewoon echt heel erg leuk. Oh, en natuurlijk moet ik niet vergeten, sorry mensen. De sales. We hebben een afdeling sales. Die moeten verkopen. En dat doen ze goed. En die zitten overal. Of gaan die over de telefoon? Die gaan door heel Nederland en België. En we gaan ook dus nu Duitsland, Engeland, Denemarken, VS komt. En onze salesmensen die gaan dan, dat is wel grappig, met zo'n tafel. Die tafel is best wel groot, hè, zoiets. Ja, ja. En die gaan dan met een tafel op stap. En hebben speciaal voor hun auto's hebben we de ambulancetafel ontwikkeld. Dus normaal, als mensen zo'n tafel kopen, is het een tafel. Maar dan... Ik had niet goed gemeten. Dat is echt. Ik had heel goed gemeten, maar ik was in een auto gekropen. Ik dacht, die auto's moeten we hebben, maar ik had er niet aan gedacht dat er dan nog zo van die bobbeltjes zaten. Dus toen kon net de tafel er niet in. Ja, stom. En toen hebben we dus bedacht, dan zitten er in de poten van die tafel zitten scharnieren. En dan schuiven ze zo erin, dan klappen die poten in en dat is dan... Het is ongelooflijk. Je hebt er ontzettend veel werk aan, maar ik heb nog een vraagje. Ja? Waarom Oude Tongen? Waarom niet Amsterdam, Rotterdam, Den Haag? Kijk, Oude Tongen, maar ons eiland hier is echt geweldig. Ik woon hier nu 20 jaar, ik kom ook oorspronkelijk uit Rotterdam. Toen ik hier kwam was het eigenlijk zo dat we uit ons jasje begonnen te barsten in Rotterdam. En toen zijn we gaan zoeken in een steeds grotere cirkel. En we gingen overal rondrijden en hier zagen we dat het heel echt mooi was. Is. En we vonden hier een heel gaaf pand. En ik ben nu heel erg blij dat ik hier zit, want afgezien nog van de mooie natuur en de cultuur en ik heb allemaal leuke mensen leren kennen hier, is het ook wel fijn om bepaalde arrogante mensen in de Randstad
Jij mag het zeggen, ik kom er zelf vandaan. Ja. Te laten zien dat hier op ons eiland ook van alles gebeurt. Het is zelfs zo dat je, nou, een paar jaar terug, toen kwam er iemand van de Rijksoverheid of wat ook. Die kwam naar ons toe om te kijken of onze producten subsidiewaardig waren. En die kwam dus naar Oude Tongen. En wij lieten de tafel zien en applicaties. En na afloop zei hij, nou, ik moet eerlijk zeggen, een beetje kakker was het, moet ik eerlijk zeggen, dat ik had er niet veel van verwacht. Oude Tongen, nou ja, weet je, zo iemand die, zou, ja, weet je, echt ja. Dat zal wel niet veel zijn. Maar, zei hij, het is hier meer innovatief dan menig bedrijf dat ik zie dat zich innovatief noemt in Amsterdam. En toen was hij weg. Yes. Ja. Ja, dat. Ja. En wat zeg je dan? Ik blijf heel beleefd. Maar ik zeg, u heeft heel erg veel, u heeft gelijk. Ja, het is ook innovatief. Ja, er gebeurt hier heel veel. Ja, weet je, het is natuurlijk, het is een vooroordeel. En het slaat ook nergens op. Want we hebben hier ook een waanzinnig bedrijf dat chips maakt. En chips om te eten. Ja, nee. Ik vat hem. Ja. Ja, weet je, en zo zijn er nog meer hele gave bedrijven op dit eiland. Ja. Maar het is toch wel vaak dat er een soort dédain is vanuit de Randstad naar, het platteland of naar de gebieden buiten Randstad. Dat is wel eens jammer. Ja, en dat zie je in de media overal terug. Ja. Hè, dat is ook, ook aan de overkant zegt men dan van, jullie wonen zo ver, maar het is net zo ver als andersom. Ja. Maar op de een of andere manier... Ja, het is soort, het zit tussen je oren, hè? Ja. Je doet er even lang over om van Rotterdam bijvoorbeeld hier naartoe te komen. Alleen, je moet een heel groot water over, een brug. En, maar ja, dan heb je ook wat. Dan heb je ook wat. Ja, ja. Hey, en je hebt spullen bij je. Ja, ik heb wat meegenomen. Een beetje om te laten zien. Dit is natuurlijk niet zo'n tafel. Dit is gewoon een computertje, een touchscreen. Ja. Ja. En even op start hoor. En hier heb ik een paar van de programma's op staan die we hebben op de tafel. Kijk, bijvoorbeeld. Kan de camera dit zien? Ja, de camera kan het zien. Ja? Heb ik al gezien? Ja, die zijn heel goed hier. Ik kan wat laten zien. Dit is bijvoorbeeld een programma. Dan zie je een. Geluid is belangrijk. Ja. Geluid is belangrijk. Ja. We hebben namelijk voor de ouderen hebben we ook kleinkind. Oh, ik hoef niks meer te vragen. Want... Hard, sorry. We hebben ook programma's voor kleinkinderen. Want communicatie tussen ouderen die in een huis zitten bijvoorbeeld en de kleinkinderen is ook belangrijk. En nu hebben ze iets van, dan gaan ze naar die hippe opa of oma. Want die hebben iets heel cools, namelijk een belevenistafel. En dan kunnen de opa's en oma's met je kinderen tussen het spel doen. Wat je hier ziet is een treintje waar je, het is ook een beetje een breinspel, waar je allemaal oefeningen mee kan doen. Als je het goed doet hoor je oké, en als je het fout doet dan gaat hij gewoon draaien. Oh, we hebben geen strafdoets of zo. Nee. We hebben er nog wel over gedacht, dus het is wel erg komisch, maar het is nog niet gedaan. Maar wat je nu ziet is dat we een 360 graden interface hebben. Dat betekent dus, als je aan die kant staat van de tafel, is het eigenlijk in de hiërarchie net zo hoog als wanneer je aan deze kant staat van de tafel, of daar of daar. Want met een 360 graden interface is het niet zo dat er eentje de baas is of één vooraan. Dus dat betekent, en dat is eigenlijk wat heel erg onze missie en onze visie is, want ik zei al, wij komen uit onderwijs. En in het onderwijs heb je peer-to-peer learning. Dat is iets waar we heel erg voor zijn. En dat gaat ervan uit dat kinderen die van elkaar leren, dus kinderen leggen iets uit aan andere kinderen, die leren daar meer van dan als er iemand voor de klas staat die je iets vertelt. Ja. En er is ook veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat als je, en dat is dan eigenlijk uit het onderwijs, maar we hebben dat vertaald naar wat wij nu doen voor musea en bibliotheken en voor de zorg. Als een leerling in dat geval, als het een leerling is of op school is, iets uitlegt aan een andere leerling, dan moet dat kind dus formuleren waarom het... Zo is en niet anders. Ja, precies. Ja. En dat vraagt een bepaalde hersenactiviteit en daardoor kan dat kind het ook beter zelf onthouden. Ja.
Dat betekent ook, als je dat als het ware vertaalt naar wat wij nu doen, dat ook weer het zo is dat als mensen iets samen doen, dan is de ene keer weet de een het beter, de andere keer weet de ander het beter. We hebben bijvoorbeeld spelletjes waarmee mensen moeten kleuren of waarmee ze bepaalde activiteiten kunnen doen. En als ze het samen doen, dan gebeurt de magie echt tussen de mensen, echt in de interactie. Ja, ja. En daarom is de techniek is echt een middel en niet het doel. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we echt goede applicaties maken, samen met dus mensen uit de zorg, zodat we echt weten wat we doen, dat we niet zomaar een leuk spelletje doen, maar dat het echt een serious game is waar goed over na is gedacht. En dan krijg je dus ook dat effect dat je wil, namelijk dat het geheel meer is dan de som der delen. Ja. En ik zal iets laten zien over wat ik net vertelde over mensen met dementie bijvoorbeeld. Mensen met dementie kunnen niet, hebben niet altijd een hele goede oog-handcoördinatie meer. Die kunnen niet alles meer goed. Dat, ik vertelde al, soms moest een hand van op een scherm gezet worden. Maar stel je voor dat iemand nog wel een hand op een scherm kan zetten, maar verder niet zoveel. Dan moet het scherm hand even blijven staan. En kijk, alleen al door die hele eenvoudige handeling van dit een hand mooi. Met heel veel moeite op een scherm zetten. En voor ons is het eenvoudig misschien, maar je moet dus je hersenen sturen. En dan dat is je het hand ook groter, hè? Dan is ja, het dan groter. Is groot. Dus dan dit is kun je ook klein, een vuist erop doen of zo. Precies. Ja, ja, precies. Ja, ja. En dan hebben mensen eindelijk het voor elkaar. Dat ze moeten ook nog eens mikken, hè, want er is een afbeelding. En als ze het dan voor elkaar hebben, dan kunnen ze gewoon even hun hand laten rusten. En alleen al door die hand te laten rusten, gebeurt er iets. Namelijk, er komt een afbeelding. Dit is leuk, zeg. En die afbeelding, die kennen ze. Dus er gebeurt een heleboel in hun hersenen. Ja. Ze moeten zorgen dat die vinger op dat bepaalde plekje komt of hun vuist. En dan moeten ze hem vasthouden, dat snappen ze. Want het is niet zo dat net als wij dat ze heel snel wat gaan doen. Nee. En dan gebeurt er ook nog iets. En dan op dat moment komt er dus een afbeelding die ze kennen. Dus dat stimuleert een bepaald centrum in de hersenen. Ik ben geen hersendeskundige, maar dat is zo. En dan, heb ik me laten vertellen door de deskundige. En dan krijg je ook nog eens een geluidje. Dus dat betekent een hele reeks van beloningen. Ja. Ja. En daarom werkt dit zo goed. Omdat er over na is gedacht. En wat je hier ziet is ook dat hier in deze applicatie zijn de knopjes blauw. En de sluitknoppen die waren eerst rood. Maar als je rood hebt, rood is de laatste kleur die mensen met dementie nog kunnen zien. En wat er gebeurde bij op een gegeven moment, dat mensen alleen nog maar aan, uit zaten. Omdat ze dat rode knopje zagen. Ze hebben het blauw gemaakt. En dan gebeurt dat niet meer zo. Deze applicatie vind ik heel erg leuk. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Dat ik vind het kan uren fascinerend. Spelen. Wat is dit dan toch weer? Ja, dit is onze... Hij maakt wel... Erg intieme ja, geluiden. Ja, bubbeltjes plastic. Ja, die is een beetje van mij gemaakt. Ik vind het altijd zo leuk. Ja. En ik zal nog één leuke laten zien. Dat is een veegfoto. Oh, even kijken hoor. Waar staat die? We hebben dit trouwens ook voor het Streekmuseum gemaakt. We hebben natuurlijk een waanzinnige schat gevonden. Ja. Daar zijn ze ook. Maar voordat die schat was gevonden, hadden we ook al zoiets gemaakt. Je kan dan vegen over het scherm en dan komt er een afbeelding. Maar wat er ook gebeurt, is dat mensen iemand veegt over het scherm. En een ander gaat raden. En dit geeft dus ook weer een soort sociale interactie. Ik als je dat vind het geweldig. Als nou mensen dit zien. En mensen denken, oh, dat kan ik misschien ook wel gebruiken. Kunnen ze op bezoek komen bij je? Mensen zijn altijd welkom. Ja? Zoek maar op. Onwijs en Oude Tongen. Nou, dat moet te vinden zijn. Ja? Ja. Ik vind het een ongelooflijk verhaal. En... ik heb het idee dat je nog wel een paar uur zou kunnen praten. Uh-huh. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Maar misschien een andere keer nog eens. Zou ik heel leuk vinden. In ieder geval wil ik je heel hartelijk bedanken voor dit. Very nice. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflakke.nl. Tot volgende week.